uit de brand geholpen met de Vaderlandse. Een heel goede avond. Het is straks 40 jaar geleden dat Congo onafhankelijk werd. Wij kijken de komende weken terug op ons koloniale verleden in een reeks van 4 Congolese vertellingen. De eerste is een schrijnend verhaal uit de zomer van 1897. De Belgen konden toen kennismaken met Congo en zijn inwoners op een groots opgezette tentoonstelling in Tervuren. De hoofdattractie daar, 267 echte zwarten. Leopold II had de koloniale expositie georganiseerd om nieuwe investeerders naar Afrika te lokken. Hij had 3 Congolese dorpen laten nabouwen en, om het levensecht te maken, had hij ook een groep Congolezen hier naartoe gehaald. Toen ze inscheepten, wisten de meesten zelfs niet waar de reis naartoe ging. En hier moesten ze dan het leven in Afrika naspelen. Ze moesten zingen, dansen en met hun prauwe wedstrijdjes varen op de parkvijvers. Ongelukkig genoeg was de zomer van 1897... koud en nat. Vele Congolezen werden ziek. 7 van hen hebben hun verblijf niet overleefd. Vanavond vertellen we de historie van hun fatale reis. Het jaar is 1897. Leopold, koning der Belgen, heeft zijn hand op het hart van Afrika gelegd. Nu wil hij zijn Congolese onderneming ook aan zijn landgenoten verkopen. Zijn medewerkers halen in Congo een groep van 267 zwarten op. Ze zullen op de koloniale expositie in Tervuren het grote beschavingswerk van de vorst komen illustreren. Het is niet de eerste keer dat Leopold zwarte laat overbrengen. 3 jaar eerder was een kleinere groep hen voorgegaan voor een tentoonstelling in Antwerpen. De reis duurt 30 dagen. Onderweg sterven er al 2 reizigers. De zwarten arriveren in Antwerpen op de 27 juni 1897. Het weer is slecht, maar de Antwerpenaars zijn massaal toegestroomd om naar de wonderlijke zwarten te kijken. De Scheldestad is het eerste wat de Congolezen te zien krijgen van de blanke wereld. Het verhaal zal later nog vele malen verteld worden. J'ai vécu au centre du pays, là où ils n'ont même pas l'idée de ce que c'est que la mer. Peut-être le lac Monkamba, mais qui est très loin. Et pendant toute mon enfance, je voyais des images splendides des missionnaires qui arrivaient chez nous. Et la première chose qu'ils nous montraient, justement, c'était le port d'Anvers, puisque la plupart avaient embarqué à Anvers. Et les films que je voyais dans la cité minière où j'ai grandi, à la fournière de Bakwanga, portaient principalement sur les grands bateaux qui partaient vers des horizons lointains, et particulièrement vers le Congo belge. Donc Anvers, pour nous, c'était la grande cité d'où partait la civilisation, d'où partaient ces missionnaires, d'où partaient les administrateurs coloniaux, tout ce qui faisait la splendeur de la colonie. C'était beaucoup plus une image de gloire, si vous voulez, hein, de magnificence, et pour nous, presque un lieu inaccessible, une porte d'entrée vers le ciel. Mais jamais on n'aurait imaginé qu'Anvers puisse avoir une autre image que celle de cet émerveillement. <t'en>
Van Antwerpen gaat het naar Brussel, de echte bestemming. De hoofdstad van België is heel even het centrum van de wereld. 50 landen doen mee aan een grote expositie die de massa's lokt. De Congolezen komen aan in het Noordstation. Ook de Brusselaars wachten hen op in grote drommen. De zwarten zijn de helden van de dag. Ze geven het grote feest nog wat meer kleur. De eindbestemming van de groep is een klein dorp aan de rand van Brussel, Tervuren. Er wonen niet meer dan een paar honderd mensen. Boeren, wat arbeiders en handelaars, een paar notabelen. Zij zijn de toekomstige buren van de Congolezen. De rust in het dorp is grondig verstoord door de koloniale tentoonstelling in het park. De wonderen en de rijkdom van Leopolds Congo zijn hier uitgestald in een koloniaal paleis. In het park zelf zijn vier Congolese dorpen nagebouwd. Eén daarvan heeft een Vlaamse naam, Gijzeghem. Daar wonen beschaafde zwarten, die geen contact mogen hebben met de wilden die nu arriveren. Een speciaal politiekorps moet onder andere daarop toekijken. Hier op de plaats waar in 1897 de Congolezen zich bevonden. Hun programma bestond hoofdzakelijk uit het uitbeelden van het dagelijks leven, het zingen, het uitvoeren van ancestrale dansen, het maken van gebruiksvoorwerpen, maar ook soms het amuseren van de bezoekers met roeiwedstrijden, met prouwen. Tijdens de dag woonden ze in drie traditionele dorpen die van het publiek gescheiden waren door een omheining. De hutten stonden rond deze vijvers gebouwd. De bouwmaterialen werden speciaal overgebracht uit Congo. En om het geheel een meer tropische en een meer exotisch aspect te geven, hebben ze daar ook palmbomen en bananenbomen gezet. De organisatoren hadden er wel zorg voor gedragen dat allerlei volksgroepen uit Congo vertegenwoordigd waren. Zo waren er hier Mongo, Baluba, Bakongo, Batetela, maar ook twee pygmeeën. In het totaal 250 mensen, onder wie een honderdtal soldaten van de koloniale weermacht. Er waren niet alleen mannen, maar ook vrouwen en kinderen. Het Rode Kruis was ook aanwezig. Enerzijds om te waken over de gezondheid van de Congolezen, anderzijds om de Congolezen zelf te bewaken. Ekia is een jonge chef van de Bangala, vissers van de Congo-stroom. Hij is hier met 66 mannen en 27 vrouwen van zijn volk. Mopera is een krijger van de Bangala. De grootste groep onder de Congolezen is een detachement van de Vorstpubliek, Leopolds leger in Afrika. Er zijn 65 soldaten en 24 muzikanten. 32 onder hen zijn gehuwd en hebben hun vrouw mee. Bwanamzee is een vreemde eend in de bijt. Hij noemt zich Arabier.
Samen met 3 vrouwen en 1 zoon heeft hij zich in Boma bij het gezelschap gevoegd. Mangwe en Mumi zijn 2 pygmeeën uit de wouden van het oosten. Sianga, Pemba, Kasongo, moeders met jonge kinderen. Bakaki de smid, die de blanke toont hoe de zwarte hun wapens smeden. Kidoko en Kayembe, muzikanten van het Mayombe-volk. Imdele en Mobai, jongens van 18. Ze dragen de gele ster, het embleem van Leopolds Congo. Momiata poseert graag, in ruil voor een paar centen. De kleine Gemma weigert koppig om Europese kleren te dragen. Deze vreemde wezens zullen de massa's naar Tervuren lokken. Tot 40.000 bezoekers per dag. Ten eerste, zo'n tentoonstelling was een volksgebeuren. Dus op voorhand al stonden de mensen positief ingesteld tegenover zo'n feest. Dus ze wilden lachen, ze wilden plezier hebben, ze wilden gewoon feesten, nieuwe zaken ontdekken. Dus dat maakt dat wanneer dat die mensen ontscheepten en dan dus naar de trein werden gebracht om dus naar Tervuren te komen, dat ze op enorm veel applaus werden ontvangen en op enorm veel vivats. Dus de mensen waren gelukkig. Nu, bij hun aankomst in Tervuren moeten we opnieuw rekening houden met het feit dat eigenlijk dat ze dus in het kasteel, in het oud kasteel, we moeten ons niet veel voorstellen, dus dat we met het oud kasteel van Tervuren werden ondergebracht, resideerden, dus om te slapen, een kleine chambrettes, werden ze dus ondergebracht. En dan werden ze verondersteld om tijdens de dag te gaan optreden in 3 Congolese dorpen die speciaal dus daarvoor werden opgebouwd. En daar vormden ze dus in die dorpen een soort attractie. Werden ze geëxhibeerd, getoond aan de mensen. En ja, de reactie van de gewone burgers dus daarop was ja, vaak een beetje beschamend in die zin. Omdat ja, er werden daar ook bananen en appelsinen en geld en bonbons dus naar hen geworpen. Want we mogen niet vergeten dat de beelden die zij hadden van de Congolezen, ja, dat waren primitieven, dat waren achterlijken. Dus we moeten hen helpen. Parqués comme le sont les animaux dans les concours, chers à badauds blancs, dont la curiosité n'est elle-même pas dépourvue d'une certaine férocité. Les soldats ont généralement la physionomie impassible. Quelques-uns laissent errer sur leurs lèvres un imperceptible sourire, quelque peu goguenard. Il en est dont l'œil est très bon, très doux, qui montrent leurs dents d'une éblouissante blancheur dans un rire éternel. Un chef à la mine brutale, l'œil dur et perçant, se prélasse à l'entrée d'une case. Il est coiffé d'une sorte de casque grotesque et sur sa poitrine descend un collier de dents. Près de lui, assise, la figure indifférente, quelque créature qu'on nous dit être ces femmes. C'est ça, cette fameuse civilisation des nègres? Et ce sont des noirs de choix encore? Eh bien, merci. À coup sûr, leurs pensées ne s'élèveront point. Et ils partiront sans doute comme ils nous sont venus, grands enfants, grands paresseux et grands païens. België is een jonge natie.
opgenomen in de vaart der volkeren. Vooruitgang is het grote ordewoord. In de spiegel van de primitieve zwarte dorpen zien de Belgen alleen hun grote gelijk. De zwarte interviewers met hun vreemde gebruiken en hun primitieve dansen houden het de bezoekers elke dag weer voor. De weg naar de beschaving is lang en moeilijk. Buiten de zwarte mensen zijn er in Tervuur nog een heleboel andere attracties te zien, zoals de wielerbaan. Koning Leopold bezoekt ze bijna allemaal, maar in de Congolese dorpen laat hij zich niet zien. Net zo min als hij ooit Congo zelf zal bezoeken. De koningin komt wel een keertje langs, in het gezelschap van een delegatie feministes. Men zegt dat ze vooral veel belangstelling had voor de littekentatoeages van de zwarte. De Congolezen leven in Tervuren onder een streng regime. Ze mogen maar een paar keer het tentoonstellingsterrein verlaten en dan nog alleen in groep. Ze bezoeken Brussel Kermis, de soldaten moeten een keertje meemarcheren in een militair defilé en op 14 juli wordt een delegatie van 9 mannen uitgenodigd op het Brusselse stadhuis. J'imagine l'arrivée de ces 9 Congolais. Ils sont précédés de 2 médecins. Et je ne sais pas ce qu'on leur a dit qu'ils verraient à l'hôtel de ville, mais dans leur tête, ça devait être quelque chose de grandiose, de magnifique. La place, déjà par elle-même, elle est fastueuse. Et puis surtout, il y a la cohue, toute la foule des gens, tous ces regards braqués sur eux. Et il fallait surtout pas qu'ils commettent la moindre faute dans la démarche, dans l'allure, dans le scénario devait déjà être monté depuis longtemps. Et en plus, eux, ils étaient quoi là-dedans? Ils étaient presque dans des flots géants où ils devaient surmonter le courant et arriver à montrer qu'ils étaient là, qu'ils représentaient quelque chose. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils allaient être reçus par un roi ou par plus qu'un roi. La scène du repas avec les convives congolais, elle devait être très impressionnante. Le décor déjà, ils sont dans une salle somptueuse qui est pleine de souvenirs, d'images très fortes dans l'histoire de l'Europe. Ils sont 9, accompagnés de leurs 2 médecins. Ils sont assis à table avec tout le couvert, tout ce qu'il y a comme faste. C'est somptueux, c'est grandiose. Et il y a des journalistes qui les entourent, qui les observent, juste pour savoir comment ils vont se comporter à table. Et monsieur le bourgmestre, assis en tête, qui fera le grand discours de réception et qui va leur dire des mots qui représentent énormément de choses dans le projet même de la colonisation. Et ces 9 Congolais, ils devaient se débattre contre les assiettes, contre le couvert, manger convenablement, faire la preuve qu'ils étaient enfin arrivés à maturité pour être civilisés. Un paar jaar later reist burgemeester Karel Buls zelf naar Congo. In een boek schrijft hij: moeten we niet vrezen dat de inboorlingen zich bewust worden van hun verbondenheid en kracht?
Zouden ze hun grote aantal niet gaan vergelijken met het kleine aantal blanken dat hen bestuurt? Het gevaar is weliswaar nog ver af. De autochtonen blijven grote kinderen die het verband niet zien tussen oorzaak en gevolg. Toch moeten we ze zien als werkmieren, van wie je de krachten moet sparen. De blanke zal altijd de geest zijn die de armen bestuurt. Brussel viert feest. Er zijn mensen uit de hele wereld. Op de 16e juli heeft de regering industriëlen en bankiers uitgenodigd voor een banket in Hotel Metropole. Op de agenda de financiering van de koloniale ondernemingen. De tentoonstelling in Tervuren is het vriendelijke gezicht van een hels project. Congo is nog geen Belgische kolonie, maar een persoonlijke onderneming van Leopold II. Zijn beschavingswerk in Afrika bestaat voorlopig vooral uit brutale ontginning van de natuurlijke rijkdom van het land. De Congolezen worden op een meedogenloze manier ingezet als menselijke productiemiddelen. Het Westen heeft rubber nodig, veel rubber. Leopolds Congo kan dat leveren dankzij een vredeonderdrukking van de Congolezen. Honderdduizenden zwarten zullen daarbij omkomen door ziektes, honger, uitputting of puur geweld. De Belgische zomer van 1897 is koud en nat. De aarde rond de tentoonstellingsdorpen wordt een modderbrei. De Congolezen hebben weinig zin om hun kunsten in de regen te vertonen. Maar de duizenden toeschouwers mogen niet teleurgesteld worden. Ze eisen dat de zwarten naar buiten zouden komen. Er komt politie aan te pas. Het Belgisch klimaat maakt slachtoffers. Veel zwarten worden ziek. Er zijn permanent twee dokters in de buurt. Maar heel gauw sterft de eerste Congolees. De context is bijzonder eigenaardig. Het zal wellicht zo zijn dus dat er gezondheidsproblemen waren... omwille dus van het koud en vochtig klimaat. Maar bij het overlijden van de eerste Congolese zien we dat het eerste wat de overheid of wat de organisatoren willen doen is de zaak niet laten verspreiden, dus niet laten uitbrengen. Ze willen dus dat geheim houden. Hè? Dus dat mag niet geweten worden, want dat zou dus een negatieve propaganda zijn voor dus hetgene dat ze hebben gedaan. Maar toch komt dat uit, onder andere dus in Le Peuple van 4 juli al, dus dat er een Congolees is overleden. Nous autres on dit toujours Bilungi. Tu sais qu'est-ce que c'est Bilungi? C'est l'enfer. Pour nous autres au Congo, c'est l'enfer. D'ailleurs, ça a été encore jusqu'à maintenant. Quand tu... C'est dommage qu'ils sont tous morts. Sinon, quand ils demandent, ils disent toujours c'est l'enfer. Ou Bilungi, ça c'est le nom. Nous autres, dans le Bas-Congo, c'est le nom qu'on donne toujours. Parce que les gens, ils sont morts, qui sont venus, qui ont trappé maladie. Et c'est pour nous autres, comme on dit, un sorcier alors. Moi, je suis l'esclave de loi, les potes. Parce que mon père, c'est un esclave. Mon père, c'est un esclave. Ma grand-mère, c'est aussi un esclave. Parce que je l'ai dit à ma fille, toi aussi, vous êtes un descendant d'esclave. Mais tu as entendu, il a dit, hein, il ne veut pas ça. Lui, il n'est pas un esclave. D'accord,
pour lui, c'est fini, mais moi, ce n'est pas fini. Parce que moi, je me souviens de là. Leopold aast niet alleen op rubber. Voor al de schatten die uit zijn Congo zullen komen, moet hij later een heus paleis laten bouwen. In hetzelfde park waar ooit de vier dorpen stonden. De overvloed van de collectie in Tervuren is verpletterend. Veel is nooit genoeg als het over Congo gaat. Van de 267 expo-Congolezen zijn hier sporen achtergebleven. Namen, leeftijden, maten. Me trouver dans ce bureau me laisse une impression étrange, bizarre. De penser que, jusque dans les années 50, certains de mes compatriotes ont travaillé au musée de Tervuren et leur travail consistait à étiqueter, mesurer, classer les objets de culte. Et je pense également qu'à l'exposition universelle au parc qui est à quelques pas d'ici, les Congolais qui avaient été amenés ont aussi fait objet de mensurations et d'études et d'analyses de la part des anthropologues. Je lis le texte du docteur Victor Jacques qui a fait passer en revue chaque individu du contingent et qui note ces mesures assez particulières. Ce 12 juillet, j'ai examiné dans mon bureau un échantillonnage de femmes Bangala. Sur les 21 femmes de la série, 4 ont moins de 18 ans. Je ne les compte pas. Elles n'ont pas d'enfants et affirment n'avoir pas eu d'avortement. Restent donc 17 femmes âgées de 18 à 24 ans. 8 d'entre elles ont un enfant. Une a un enfant et est enceinte. Une a 2 enfants. 4 n'ont pas d'enfants et disent qu'elles ne sont pas faites avorter. Et enfin, 3 autres avouent avoir eu une ou plusieurs fausses couches. De plus, 3 de celles qui ont eu un enfant avouent également s'être fait avorter. Cette petite statistique sur l'avortement donne un aperçu de cette pratique qui, chez les nègres, n'est nullement réprouvée par la morale. La forêt primaire du Congo, ces ténèbres de l'Afrique, n'a rien de la fiction qu'imagine trop volontiers l'Européen. On y avance avec peine, on y souffre l'étreinte de l'étouffement. L'ombre hostile vous accable d'angoisse, on devine le serpent, le léopard surtout. Ce guetteur perfide est bien l'hôte le plus terrible de la forêt. À l'improviste, car il n'attaque jamais de front, il s'élance d'un bond sur la victime qu'il s'est choisie. Tout chez lui, la démarche, le moindre des mouvements, le regard incertain surtout, exprime la fourberie autant et plus que la férocité. J'ai nettement l'impression que cette image de la sauvagerie, de la cruauté nous poursuit encore jusqu'à l'époque récente. Et il me suffit de me référer à un texte d'un journaliste du Patriote du 4 juillet 1897, à l'époque où les Congolais étaient ici à l'exposition. Ce qu'il dit est très significatif.
Je regardais ces nègres. Je dois avouer qu'ils sont affreux. Ce n'est pas leur faute. Il ne faut pas leur en vouloir. Pas plus qu'on ne reproche au crapaud ou à l'araignée d'être répugnants. Ces têtes carnassières, qui sont cependant des têtes humaines, semblent n'être que des mufles et des gueules servies par des yeux faits pour guetter la proie et des nez faits pour la flairer. Impossible de se trouver face à face avec ces fils monstrueux de l'Afrique équatoriale sans penser au siècle d'inconjoncturable hérédité sauvage dont ils sont les produits et aux prodiges qu'il faudrait déployer pour transformer en homme ce lointain descendant de fauves. Ça me fait penser douloureusement à l'exposition au bois de Vincennes à Paris d'une trentaine de Kanaks qu'on faisait passer pour des cannibales et à qui on jetait de la viande et les gens venaient les contempler pour voir comment les cannibales pouvaient vivre. Hoe koud de zomer ook is, de vertoningen moeten doorgaan. Achter hun omheining verkleumen de zwarten in hun namaakdorpen. De Belgen blijven toestromen. Uiteindelijk zullen er meer dan 1 miljoen bezoekers komen opdagen. Het is kijken en bekeken worden. Direct contact tussen blank en zwart is uitgesloten. De me demander comment est-ce qu'ils ont vécu ça. Parce que, bon, vous savez, chanter, danser chez le Congolais, c'est une habitude. Hein. Bon, il veut montrer ce qu'il sait faire, il veut montrer sa danse. Mais seulement, ce que je me demande, c'est qu'ils les voyaient, eux. Qu'est-ce qu'ils pensaient? Des choses se sont passées. Il fallait de cela. Mais aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça changera? C'est là la question que nous pouvons nous poser. Parce que cela est fait. Hein? Mais je ne peux pas regretter, parce que parmi eux, ceux qui étaient venus, il y en a qui étaient très contents d'avoir passé un séjour. Hein? Il y en a peut-être qui étaient dessus. Et malheureusement, il y en a qui sont morts, qui sont restés. Voilà ce que nous pouvons penser. Wanneer er in augustus kort na elkaar verschillende zwarten sterven, begint er een groot publiek debat in België. De tegenstrevers van Leopolds Congo zien een kans om het koloniale project van de koning aan te vallen. Tot in het parlement toe worden er nu vragen gesteld over de onderneming. Er gaan stemmen op om de tentoonstelling voortijdig te sluiten en de groep zwarten meteen weer naar Afrika te laten vertrekken. De begrafenis van de zwarten op het kerkhofje van Tervuren zorgt voor opschudding. Volgens sommige kranten hebben een aantal Tervurenaars de rouwstoet luidkeels uitgejouwd. Andere kranten spreken dat tegen, maar bevestigen wel dat met name de eerste begrafenis haastig en op een weinig waardige manier is afgehandeld. Alle 7 zwarten zijn begraven in niet gewijde grond, in het deel van het kerkhof waar gekken en zelfmoordenaars meestal hun graf krijgen. Het kerkje van Tervuren is tot vandaag een soort bedevaartsoord voor Congolezen in België. Hier dolen de zielen van Ekia, Gemba, Kitukwa, Mpeya, Sambo, Zao en Mibange. Jonge zwarte mensen, alle 7 voor altijd gevangen in een vreemde blanke wereld.
Ce n'était pas beau pour venir dormir dans ces bois ici, à côté de l'eau comme ça. Ce n'était pas possible, en fait. Mais, enfin, on ne s'est pas taqué, on ne s'est rien fait. Le mal, il était fait, et le problème, il était fait. C'est déjà fait, c'est trop tard. On peut les discuter mille ans. Il n'y a rien à faire, c'était fait. Mais s'il devait recommencer, le roi, il n'a pas fait ça. Je sens que s'il avait devait recommencer aujourd'hui, le roi, il n'a pas mis ses noix ici. Il a raté. Il a tout à fait raté l'affaire. Et c'est toujours raté le Congo, jusqu'à maintenant. Sambo. Zao. Zao, vous allez causer la peau au Kenambuka. Et qu'il y a Salibino, cérémonie au peau au Kenambuka. Beaucoup Mambuka, pas condamino malam. Kituka. Op 30 augustus keren de Congolezen terug naar Afrika. 20.000 Belgen wuiven hen uit. Elk van hen heeft een zak geschenken bij zich. Daarin onder andere een vergrootglas om met zonnelicht vuur te kunnen maken. Iedereen heeft ook de groepsfoto toegestopt gekregen. Bovenal draagt de groep een schat aan verhalen met zich mee. Verhalen die zich zullen vermenigvuldigen en verspreiden over heel Congo. Op een comfortabele reis van een maand bereikt het schip Boma. Het is de 26 september 1897. Meer dan 100 jaar later komen ook Ekia, Gemba, Kitukwa, Mpeya, Sambo, Zao en Mibangi eindelijk weer thuis in Kinshasa. Comme vous le savez, il y a plus de 100 ans qu'ils ont été inhumés sur le sol belge. Aujourd'hui, ils ont retrouvé la terre de leurs ancêtres. Et nous leur souhaitons qu'elle soit douce et légère.
historie was dat uit 1897. En van het begin van de koloniale tijd springen we volgende week meteen naar het einde. In de late jaren 50 beginnen de Congolezen hun onafhankelijkheid te eisen. Een van hun leiders is Patrice Lumumba. Lumumba wordt de eerste premier van de onafhankelijke Congo-staat. Heel even is hij een schitterende Afrikaanse ster. Patrice Lumumba zal maar goed 2 maanden regeren. De volgende 2 weken vertellen we over de opkomst en de val van de eerste Congolese premier. Deel 1 van de historie van Lumumba ziet u volgende week. Heel graag tot donderdag. Met de beste zorgen omringd. De hospitalisatieverzekering van de Vaderlandse. Johan Terijn.